In de thuiszorg in Nederland zijn zeker 150.000 sleutelkluizen in gebruik. Dat lijkt handig, maar ze zijn inbraakgevoelig en bij verlies van de generieke sleutel moeten alle kluizen in het gebied worden aangepast. Wat ook niet zo handig is, bij ongeplande zorg moet de zorgverlener over de juiste sleutel beschikken of de code weten. Met Vidoom kan dit allemaal een stuk efficiënter dankzij digitale toegang. Dit werkt heel simpel. We vervangen de cilinder in de voordeur door een digitale cilinder. Dit is niet te zien aan de buitenzijde van de deur. De cliënt kan gewoon een sleutel blijven gebruiken. De zorgverlener heeft een slimme sleutel bij zich. Via een mobiele telefoon kan de sleutel worden geactiveerd. Alleen met autorisatie heeft de zorgverlener toegang. Die kan ook op afstand worden verleend, bijvoorbeeld om ongeplande zorg te verlenen. Bij verlies van een slimme sleutel zijn er geen risico's, omdat deze maar tijdelijk toegang biedt. Via een app kan ook de centrale toegangsdeur van een complex worden geopend. Zonder grote investeringen of hak- en breekwerk. Met één platform kun je met Vidoom inspelen op de behoeften van verschillende cliënten. Heel efficiënt dus. Vidoom logt alle toegang van de zorgverlener, maar niet die van de cliënt, om de privacy te waarborgen.